De Pasar Malam, oftewel de Indonesische avondmarkt, is een feest voor de zintuigen. De bezoekers wanen zich wellicht even in het Verre Oosten, met klanken van Indonesische muziek en de geuren van Oosterse gerechten. De expohal van Go Planet huisvest ook dit jaar weer vele kraampjes en het ruikt er lekker naar kruiden en specerijen. Ik ben begonnen in 1976 al in de evenementenhal in Borne, eigenlijk als een soort hobby. Naast mijn dagelijkse baan eigenlijk. Een van onze eerste doelstellingen is ook dus dat dit een soort reunie is voor de mensen uit het vroegere Nederlands-Indië. Vroeger waren er natuurlijk heel veel meer bezoekers. En dat kwam door de nieuwigheid en ook dat er toen nog heel veel eerste generatie Indische Nederlanders waren. U bent er vanaf het begin bij. Wat motiveert u om dit nog elk jaar te doen? Zoals ik al eerder zei, dat is een soort hobby, maar het komt ook uit mijn hart. Bij Fred sta ik er al 40 jaar. Ik vind het leuk. Ik doe het meer als een hobby dan dat ik het als een verdienste doe, hè? Ja, het klinkt allemaal heel gezellig en heel gemoedelijk. Gezellig met standhouders onder elkaar, dus ik vind het wel. Ik heb er wel zin in. Ik weet niet wat ik moet verwachten, want het is de eerste keer dat wij in Pasar Malam staan. Zeker zo'n grote wie hier in Enschede. Dus we laten ons gewoon verrassen. Hoe lang komt u al bij de Pasar Malam? Ieder jaar. Ieder jaar dat ik hier is, zolang ik hier woon. Dus zeker 10 keer. De sfeer, de muziek, daar word je helemaal in meegenomen.